Ja, Jan, gefeliciteerd. Voor de derde keer een Nederlands kampioen uh, alraad. Had je dat van het, uh, vooraf van het seizoen uh, durven dromen? Ja, wel durven dromen, maar uh, ja, zeker niet uh, verwacht. En uh, dan uh, was ik daarna wel snel wakker geworden, denk ik. Maar nou, ja, hartstikke blij uh, hoe het gaat. En, uh, nou, ja, we hadden het er net al over uh, met mijn coach uh, Erwin uh, en Martin. Uh, ja, gewoon knetterhard voor gewerkt. En uh, ja, fijn dat het nu gewoon uh, zich uh, aan het uitbetalen is. Hoe heb je dan dit kunstje geflikt zo, deze, dit vierkamp? Ja, gewoon uh, goed schaatsen en, uh, ja, dat, dat met name, steeds beter weer gaan schaatsen, steeds beter weer gaan voelen. en uh, ja, Ik merk uh, dat, uh, ja, dat, dat dat weer een beetje als van ouds gaat voelen en uh, misschien zelfs wel beter op sommige, op sommige punten. Dus uh, ja, dat smaakt ook gewoon wel weer meteen naar meer. Ja, als je zo terugkijkt op dit toernooi, wat is nou uh, de prestatie waar je misschien het meest trots op bent? Uh, ja, ik denk uh, mijn 5 kilometer vond ik een, en mijn 1500 meter allebei. Die won ik natuurlijk ook. Maar uh, mijn 5 kilometer was wel weer gewoon van een dusdanig niveau. Dat ik dacht, ja, dit is de progressie die ik wil zien. En die, die vond ik op het enkele afstand. Uh, kreeg ik gewoon, ging ik daar te hard in eigenlijk voor uh, de fitheid die ik had. En kreeg ik gewoon de hamer. En uh, ja, dan, uh, dan uh, geef je heel veel tijd toe. En dit was gewoon een uh, goede, goede race. Uh, en ik denk ook een hele mooie strijd, dus uh, ik zou zeggen de vijf kilometer. Hoe ja. mooi is het om nu die derde titel binnen te hebben? Ja, heel leuk. Ja, zeker natuurlijk met, uh, met mijn dochter. Dat was, uh, ik zat er al een beetje aan te denken uh, na de eerste dag, maar je weet natuurlijk dat je scherp moet blijven. Maar ik had wel gehoopt dat ik dat zou kunnen doen, dus daar ben ik, daar ben ik heel dankbaar voor. Wat gevoel is dat dan als je dan met je kindje zo even een eerronde maakt? Ja, heel gek. En, uh, het is ook wel, uh, ja, je bent natuurlijk als, uh, je bent gewoon natuurlijk gespannen voor, voor dit soort wedstrijden omdat, uh, ja, omdat je moet presteren. Maar als je dan die kleine op de tribune ziet, uh, ja, ouwe klimmen, klauteren, dan, uh, ja, dan moet je gewoon lachen. En dan, uh, ja, dan relativeer je meteen, uh, meteen weer. Dus uh, ja, dat, is, dat vind ik wel heel speciaal, dat zij uh, en mijn vrouw natuurlijk, uh, dat mijn uh, gezin er gewoon bij is hier. Ja. Op naar het WK in uh, Hamar. Wat kunnen we daar nog van je verwachten? Uh, hopelijk een uh, snellere tijd dan hier. Dus uh, ja, we gaan, uh, gaan lekker doortrainen. En uh, beter voor de dag komen dan, uh, dan dit, uh, dit weekend. Dat, uh... En dan gaan we kijken hoe, uh, hoe we het uh, ervan afbrengen internationaal.